Want ik vind de boeren die geen bio zijn net zo belangrijk als de boeren die wel bio zijn. Ieder doet het op zijn eigen manier. Zo, Edwin, dat is wel een hele mooie, of niet? Als wij hier langs komen fietsen, kunnen wij hier in jouw tuin uitkomen zoeken wat we willen hebben. Als het goed is, dan kan het, ja. Verser als vers kun je het niet kopen, denk ik, nee, hè? Nee, verser kan niet. Nee. Je staat er gewoon bij en ik snij het af. Ja. En je kunt het s'avonds al in de pan doen. Plus, denk ik, dat het allemaal helemaal... Het lijkt wel helemaal bio, hè? Is het niet. Ik draag geen... Ik werk wel biologisch, zeg maar. Biologische handleiding. Ik heb voor de rest geen biologisch keurmerk, helemaal niks. Het is allemaal onbespoten, geen kunstmest. Ik werk gewoon natuurlijk. Hoe gezond wil je het hebben? Beter kan het niet. Als ik groente in de supermarkt koop, er zit van alles op, denk ik. Ja. Waar je het een beetje langer kunt bewaren. Is dat met deze groente ook zo? Deze groente is het iets minder. Maar omdat het vers is, kun je het wel net zo lang bewaren. In de supermarkt ligt het meestal een week. Is het al een week geleden dat het geoogst is. Ik kan het hier oogsten. Dus kun je het ook een kleine week kun je het bewaren. Kun je zien dat het niet nodig is, hè, om zoveel producten eraan toe te voegen? Absoluut niet. Iedere boer die maakt zijn eigen keuzes. En ik hoop dat dat ook zo blijft. Dat iedere boer zijn keuze mag blijven maken. En de een biologisch en de andere op gangbare. En de andere produceert voor de wereldmarkt. Maar doe vooral wat bij je past. Hè? En wat je passie is. Ja.